Goedendag, welkom bij het RTW Arnhem Nieuws van dinsdag 23 februari met vandaag ongeveer 10% van de aangiftes van straatroof zijn vals. En veel steun van Arnhemmers voor frietkraam Snackpoint. Ongeveer 10% van de aangiftes van straatroof blijken vals. Dat blijkt uit de cijfers van het overvalteam Gelderland-Midden. Het team verwacht overigens dat er veel meer zijn. Volgens de politie doet 10% van de mensen aangifte om zo verzekeringsgeld op te strijken. Van de 90 gemelde straatroven in 2015 hadden 50 gevallen genoeg aanknopingspunten voor een rechercheonderzoek. 5 hiervan bleken valse aangiftes. Met het vertrek van de ING uit Arnhem verdwijnt ook het Computermuseum. Niet erg veel mensen wisten dat Arnhem een dergelijk museum rijk was. Het was er ook nog niet zo lang. In mei 2014 werd het officieel geopend. Maar eind juni gaan de deuren dicht en dan verhuist het Computermuseum naar Amsterdam. Niet alle spullen gaan mee verhuizen naar Amsterdam. Er gaat ook een deel naar Schaarsbergen en naar een elektronica hobbyclub in Nijmegen. Al 12 jaar verkoopt Geertje Enneman patat vanuit de frietkraam Snackpoint in de Schuitgraaf. Er is veel reuring ontstaan omdat niet zij, maar een andere partij de plek in gaat nemen in het nieuwe winkelcentrum dat daar komt, de Schuitgraaf. Angelique van den Berg nam een kijkje en sprak met Geertje Enneman. Mevrouw Enneman, er is veel reuring ontstaan in verband met uw frietkot wat misschien weg gaat moeten. Ja. Wat vindt u er allemaal van? Ja, wat vind ik ervan? Het is, ik had niet verwacht. Het is te veel emotie. Hè? Zoveel mensen gaan wat voor u doen. Ja, want de buurt is veel aan doen voor je moeder. Ja, veel petitie aanschrijven. En op Facebook wordt er heel veel dingen erover gezegd. Ja, de Gelderlander. Ja. Maar wat is nou in principe dat wat er zo, waar iedereen zo van in weerstand komt? Omdat wij hier 12 jaar staan en dat nou iemand anders de plek in het winkelcentrum heeft gekregen. Dat is natuurlijk wel heel zuur, zeker voor uw moeder. Maar daar is nog verder helemaal niks duidelijks over te zeggen of weet u al daar meer over? Nee, er is nog weinig over te zeggen. Het is gewoon wel bekend dat er iemand anders in het winkelcentrum komt. Maar ja, het moet verder nog uitwijken wat ze met ons gaan doen. En wanneer weten jullie dat? Wanneer wordt het duidelijker? Geen idee. Nee. En hoe reageren de bewoners, mevrouw, dat u hier weggaat misschien? Ja, toch ook wel geschokt. Ook wel, ze vinden het raar dat kan. Ze zijn zo'n Snackpoint door de Schuitgraaf. Dat is wat we horen. Ze vinden het allemaal dat het niet kan. Maar ja, goed, ik laat het eens juridisch onderzoeken en dan kijken we wel verder wat eruit komt. Maar wanneer zou dat dan klaar moeten zijn? Voorjaar 2017. En dan voor die tijd moet uw moeder hier weg zijn? Ja, want waar wij nu staan, dat wordt de inrit straks voor het bouwverkeer. Dus wij zouden dan nog voor een jaar op een andere plek komen te staan. Maar waar dat is, dat weten we ook niet. En of dat nu allemaal doorgaat naar al deze commotie, weet ik ook niet of de gemeente ons dat nog geeft. Maar u als dochter, en dan ziet uw moeder zo verdrietig. Hoe is dat? Ja, vervelend. Weet je, ze heeft er altijd hard voor gewerkt. En ze hoeft nog maar een paar jaartjes wanneer ze kan gaan genieten. En het zou dan zuur zijn als je altijd zo hard hebt gewerkt en dan de laatste 4 jaar je handje op moet houden bij de bijstand. Ja, ze is erg verdrietig. Dus ik kan me voorstellen dat jij het woord voor haar doet. En wat hopen jullie nu op? In welk van tijdsbestek krijgen jullie denk ik uw antwoord? Dat weet ik echt niet wanneer we dat krijgen. Nee. Nee. Morgen wordt een advocaat ingeschakeld. Dat klopt, morgen vroeg. Ja. En voor de bewoners van de Schuitgraaf die petitie voor u hebben gemaakt, wilt u nog wat tegen hun zeggen? Ja, allemaal heel hartelijk bedankt. Sinds kort kunnen bewoners in Klarendal terecht in Wasserette de Wasplaats. Je kunt daar niet alleen je was doen, maar ook gezellig koffie drinken. Het is de bedoeling dat de Wasplaats bewoners en ondernemers in de wijk samenbrengt. Wanneer is de Wasplaats opengegaan in Klarendal? We zijn vanaf januari zijn we aan het proefdraaien en 5 februari is de officiële opening geweest. Wat kun je allemaal doen met de was hier? Nou, je kunt je was laten wassen, laten drogen, laten strijken. We zijn een stoomdepot, dus je kunt ook hier je pak achterlaten om te laten stomen en een paar dagen later weer ophalen. Daarnaast hebben we een inloopruimte waar je een kopje koffie kan drinken. Kan wachten op de was of gewoon een gezellig praatje maken. Het winkeltje oogst met lokale producten uit de wijk zit erbij in. Maar wist je van tevoren
of zo'n wassalon, jullie heten dan wasplaats, of er inderdaad wel behoefte toe was? Nou, we hebben wel wat marktonderzoek gedaan. We zijn voorafgaand zijn we een heleboel wasserettes in Nederland gaan bezoeken. En dat is ja, heel verschillend. Sommige die zijn echt heel hip en modern, zeg maar. Volgens een soort nieuwe formule eigenlijk. Ja, er is ook een ontmoetingsruimte hier. Wat kunnen mensen hier nog meer doen? Een kopje koffie drinken, een kaartje leggen, een krantje lezen, een plaatje draaien. En ben je zelf erbij als je was wordt gedraaid? Je zou in principe kunnen wachten in de ontmoetingsruimte hiervoor. Je kunt ook ondertussen je boodschappen gaan doen of morgen terugkomen om de was op te halen. Het is geen self-service wassalon, je geeft het af en je komt het weer kant-en-klaar gevouwen of gestreken ophalen. En hoeveel mensen werken hier? Op dit moment zijn we hier met zo'n 5 mensen aan het werk. Ja. Zijn er ook vrijwilligers bij? Ja, dat zijn grotendeels vrijwilligers. En het lijkt mij dat bedrijven natuurlijk ook wel hier het goed terecht kunnen met hun was. Ja, we doelen zeker op de lokale ondernemers uit de wijk om hun bedrijfswas goed te doen. Dus ja, over en weer de ene hand was de andere hand. En wat betekent het voor jullie als wasplaats om hier in het modekwartier ook te zitten? Ja, dat is een hele hippe, hotte plek, zeg maar, waar we toch een stukje verbinding tussen ondernemers en wijkbewoners willen bewerkstelligen. Wanneer kun je terecht bij de wasplaats? De wasplaats is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 6:30 en zaterdag van 12:00 tot 4:00. Tot slot het weer. Zonnige momenten en winterse buien wisselen elkaar vandaag af. En dit weerbeeld zien we ook morgen terug. Tussen de buien door wordt het overdag een graad of 6, maar in de nachten komt het tot lichte vorst. Bedankt voor het kijken naar RTW Arnhem. Fijne dag en tot morgen.